gewoon, zie ik een aantal gezichten van denk, oh ja, leuk. Die heb ik vorig jaar ook gezien. Eén keer in het jaar, een belangrijk moment. Praten is één. Dingen afspreken, oké. Kun je een convenant van maken, je kunt er wetgeving van maken. Maar het draait uiteindelijk om het uitvoeren. Belangrijker en mooier vind ik ook van deze avond, één keer in het jaar, waarbij we gaan kijken wat er terecht komt van gemaakte wetgeving, rijksover, landelijke overheid, gemeente speelt daar weer op in met wetgeving en regelgeving. En vervolgens de woningcorporaties die allemaal hun ambities hebben en hun doelstellingen hebben. Nu zitten we bij elkaar. Waarbij een grote rol natuurlijk voor de gemeente en woningcorporaties, maar ook een hele grote rol voor de huurders. Vanavond zitten we bij elkaar om de neusjes bij elkaar te steken en te kijken. Jongens, we zijn nu voor de vijfde keer, vijfde keer, maak ik het goed. Wat hebben we vorig jaar afgesproken en wat is daarvan terechtgekomen? Wat zijn de problemen? Wat voor voornemens hebben we voor het volgend jaar? Wat voor afspraken kunnen we daarover maken? Dus we hopen dat we middels deze avond kritisch kunnen terugblikken, opbouwend met elkaar kunnen terugblikken en weer een stap vooruit kunnen zetten. Vindt de Woonbond dat Rotterdam nou goed gaat als je het hebt over energiebesparing? We hebben de cijfers al een deel kunnen inzien en het bevestigt eigenlijk het landelijke beeld. Dus nee, het gaat eigenlijk niet goed. Maar... Heb je de indruk dat huurders ook echt invloed hebben, bijvoorbeeld op energiebesparing? We pakken het op. Vestia heeft een lange weg te gaan omdat het financiële prikkel heeft gehad. Maar we gaan ook een werkgroep opstarten op dit gebied. Daar heb ik me al voor aangemeld. Om zeker de energiebesparing en de duurzaamheid van de woningen te verbeteren. En hoopgevend is dat Vestia ook energiebesparing als een van zijn speerpunten heeft gemaakt. Naast onderhoud en goed beheren van de woningen. Het probleem, denk ik, van duurzaamheid en vooral investeren in duurzaamheid is dat je maakt een woning een stuk beter. Dat willen we allemaal met elkaar. Een matige kwaliteit investeert en je maakt er een B of een A-woning van. Maar kwaliteit heeft wel een prijs. En als die te veel wordt vertaald in de huur, dan komt het vraagstuk van betaalbaarheid wel langs. En dat is ingewikkeld. Je bent vanavond bij Stookje Rijk geweest. Wat was jouw indruk van vanavond? Mijn indruk was dat we voor de, ik denk vier, vijfde keer op rij weer
goede afspraken hebben gemaakt om in gesprek te gaan met de corporaties. Dat is hartstikke mooi, maar ik vind het ook wel licht teleurstellend, omdat ik eigenlijk had gehoopt dat we nu na 5 jaar eindelijk zouden kunnen zeggen, we hebben echt goede stappen gemaakt. Stookje Rijk vanavond, wat vond je ervan? Ik vond het een beetje een bijzondere avond, omdat we hier natuurlijk vaker zijn geweest. We hebben allemaal ambities neergelegd. En er werd eigenlijk ons toch een beetje aan het begin van de avond gevraagd. Ik zat in het werkgroepje van, wat eis je? Ja. En wij zijn super ambitieus. Maar dan kom je erachter in de gesprekken dat eisen en dan met je voeten stampen, daar ben je er niet mee. En je komt er eigenlijk, en dat was, ik vond het wat frustrerend, maar misschien voor mezelf ook vooral, dat je erachter komt na een aantal gesprekken hier om tafel hebben gezeten, dat je elkaar nog niet goed genoeg verstaat, nog niet goed naar elkaar hebt geluisterd. En dat je misschien zelf ambities hebt, maar dat je afhankelijk bent in de uitvoering van anderen. En als die zeggen, daar lopen wij tegen grenzen aan, dat je daar die niet kunt forceren. En dat je gelukkig wel met elkaar tot de conclusie komt dat je daarover in gesprek moet om te kijken hoe je dan de dingen wel gaat realiseren. Dat gaan jullie nu doen ook, hè? In gesprek met de corporaties, althans als politiek. Ja, ik heb eventjes, er was ook gelukkig een ambtenaar namens de gemeente die natuurlijk wel wat vaker om de tafel zit al met de corporaties. Maar wij willen ook graag dat dat gefaciliteerd wordt voor de gemeenteraad. We moeten toch minstens 1 keer per jaar zelf in de vergadering met partijen de evaluatie doornemen van, nou, waar staan we nu? Want dan kun je elkaar makkelijk aanspreken. Want het is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder dat jullie je faciliterende rol spelen. En dat het in ons in het jaar nog niet gelukt is om dat te borgen in het grote, logge ambtelijke apparaat. Niels, hoe vond je het vanavond eigenlijk? Goed weer. Goed dat het gebeurt elk jaar. Ik heb niet voor niks aan jou gevraagd of je dat wil blijven doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier aandacht voor blijven houden. Want het is nog geen gebruikelijk onderwerp van gesprek, om het zo maar te zeggen. Dus we moeten dit elk jaar blijven doen.